Vanaf vogelhoge hoogte bekeken, tekenen messcherpe sloten lege repen lang land. Afgezakt naar groenere voet hangt het hek open. Je hoeft er niet overheen te klimmen. Weiden lopen los. Water wiegt wolkachtig. Aan de rafelranden gooien reigers hun visjes uit. Planten muskusratten felle vaatjes. Overtrekkende ganzen rijgen in het gras voor je voeten een stippellijnschaduw. Hemel en hier geven tekens aan elkaar, waar wij geen weet aan hebben. Corrie Grotendorst, oud Poldrichten. Dames en heren, beste kunstvrienden. Mijn naam is Arnold Rollers, ik ben voorzitter van de Vereniging Krimpende Kunstwaard. Ik heet u allemaal hartelijk welkom bij de opening van de expositie Nature Matches van 24 kunstenaars uit de Krimpende Waard. Een expositie met een randje groen. Welkom aan alle kunstenaars die meedoen aan deze expositie. En ook bijzonder welkom aan de wethouder van onder andere cultuur, natuur, biodiversiteit en duurzaamheid van de gemeente Krimpende Waard, Wisha Pannekoek. Een groene portefeuille die bij uitstek past bij de expositie van vandaag. Kunstenaars hebben zich altijd aangetrokken gevoeld tot de natuur. Ze zijn vooral de inspirators geweest om de natuur te waarderen als onmisbaar voor de mens. De expositie vanmiddag laat zien hoe mooi de natuur wel niet is. Er is prachtig werk te bewonderen, veel interpretaties, technieken en materiaalgebruik. Onze mooie polder waar je heerlijk kunt uitwaaien te voet of per fiets is daar zeker een inspiratiebron bij. Maar ook in onze polder staan natuur en biodiversiteit onder druk. Een aantal werken maakt er overduidelijk een statement bij het thema van de expositie. Beste exposanten, veel succes met de expositie. Dank u wel. Zo zwaar beladen is werelds zegelgrond. Daar kwam de Spanjaard dreigend erover ons het land. Domme voeren op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al op de Noordzee, wijd en koud. Ja, na deze prachtige zang. Welkom. Welkom in de Hoge Vierschaar in Schoonhoven. Dank uiteraard aan, ik heb hier staan meneer Rollo's, maar ik heb net gevraagd, mag ik Arnoud zeggen? Dat mocht. Dus dank Arnoud voor de introductie. Enkele leden van de Krimpener Kunstwaard die hebben zelf de stap gezet om deze expositie te organiseren. En die wens die hebben, als ik het goed heb doorgekregen, dus ik heb nog niet kennis gemaakt met iedereen, dat wil ik graag zo nog doen. Tony Hoekstra, Ada Munnik, Annemarie Kool en Jos Crezé opgepakt en die hebben deze groepsexpositie georganiseerd. En als u nou denkt, hé, dat kan ik ook. Deze ruimte die is daar wel speciaal voor bedoeld. En dit is de ruimte onder het stadhuis van Schoonhoven. Als u zo meteen buiten staat en u kijkt nog eventjes naar het pand boven u, dan ziet u ons mooie stadhuis. En dat is het oudste nog in functie zijnde stadhuis van Nederland. En voor nu wens ik vooral Tony, Ada, Annemarie en Jos, toch maar even de voornamen gepakt, via deze weg een hele fijne expositie toe. Dank dat er mensen zijn die die handschoen aanpakken en zich daarvoor inzetten. Natuurlijk de andere 24 ging dat totaal niet minder gewenst. Alle aanwezigen, dus ook natuurlijk alle bezoekers die er vandaag zijn, een hele prettige middag. Laat u verrassen. Laat u inspireren en geniet van alle mooie dingen die u hier te zien krijgt. Dank. Thank you.
zijn hier met z'n drieën, maar we horen eigenlijk met z'n vieren te zijn. Wij hebben met z'n vieren dus deze expositie ingericht. Naar het idee van de Krimpende Kunstvaart, die heeft ons gevraagd. En wij hebben dus hier 24 kunstenaars verzameld die schilderijen en beelden hebben ingediend. Ja, en we hadden geen idee dat zoveel mensen belangstelling zouden hebben om mee te doen. Maar binnen no time waren er 24 mensen beschikbaar. Dus het was niet zo dat we met z'n vieren bleven, maar meteen met 4 mensen, met 24. Ja, ik denk dat de samenwerking met ons vieren, dat ging heel goed. We hadden allemaal een ander onderdeel en dat verliep eigenlijk prima.